Ik verwacht dat de s'nachts de voederopname van de koeien hoger wordt. Doordat de Juno een keer vaker schuift als een trekker. Want die doet het s'nachts niet. Mijn naam is Teer Knol. Ik ben 25 jaar oud. We hebben hier een melkveebedrijf in Nijlamer. We melken hier 240 koeien samen met mijn vader en mijn oom. Ons bedrijf heeft een huiskavel van 130 hectare. De productie momenteel is 29,8 liter met een vetgehalte van 4,30 en een eiwitgehalte van 3,70. En we doen aan zomerstal voeren. De grote voordelen voor ons van zomerstalvoeren zijn de eiwitbenutting en dat de koeien het land niet vertrappen in natte periodes. De rolverdeling is, mijn vader die melkt over het algemeen 's morgens, mijn oom die melkt 's avonds en dan doe ik het voeren van de koeien. Het verse gras halen, het oude ervoor wegschuiven, noem maar op. Ik haal 's morgens een wagen gras. En daarna schuif ik het gemiddeld 3 à 4 keer, 5 keer per dag aan. Ik heb een camera in de stal, dus ik weet precies hoe ver het is. Dan hou ik er ook wel bij en denk, oh, dan moet ik nog heen voer aanschuiven als je in het land bent. Dus eerst naar de boerderij toe vliegen. Normaal wordt het 's avonds de laatste keer 10 uur aangeschoven. En daarna is het 's morgens de eerste keer om 6 uur of zo. Dus die tussentijd wordt het nu niet aangeschoven en straks wel. Nou, dit is zomaar de app. Nou, handbediening staat voor handbediening. Maar wat we nu willen doen is een route starten. Mijn eerste indruk lijkt positief. Ik verwacht dat de 's nachts de voederopname van de koeien hoger wordt. Doordat de Juno een keer vaker schuift als een trekker. Want die doet het 's nachts niet. Als de Juno de bult en gras goed kan aanschuiven, zit er de kans erin dat we hem laat houden als hij goed valt.